Dag beste kijkers. Gisteravond en afgelopen nacht trok er een regengebied van west naar oost over het land. Hier in Amsterdam leverde dat 6,9 mm regen op. De wind was matig tot vrij krachtig en draaide tijdelijk wat bij naar het noordwesten, maar later weer terug naar het zuidwest. De minimumtemperatuur varieerde van 2 à 3 graden in het oosten tot 4 à 5 graden in het westen van het land. Vanmorgen trok de laatste regen naar Duitsland weg en daarna werd het een hele aardige dag. Het was licht tot half bewolkt en flinke zonnige periode. De maximumtemperatuur liep op naar zo'n 11 à 12 graden en er waaide een matige zuidwestenwind. In de loop van de avond neemt vanuit het westen de bewolking toe en tegen de ochtend gaat het in het westen voor het eerst regenen. De regen trekt gedurende de ochtend naar het oosten weg. De minimumtemperatuur daalt komende nacht naar zo'n 5 tot 7 graden, maar dit minimum wordt al vroeg in de nacht bereikt. In de loop van de nacht stijgt de temperatuur weer iets naar 7 tot 8 graden. Morgenochtend regent het nog geruime tijd, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog en klaart het op. De maximumtemperatuur loopt morgen op naar zo'n 11 graden en er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Woensdag en donderdag zijn twee rustige dagen. De maximumtemperatuur loopt op naar zo'n 9 graden. Vrijdag wordt weer nat en onstuimig. Er staat veel wind en er kan flink wat regen vallen. Dit was het weer. Karel van der Bouw voor Ik op TV vanaf het Jonas Daniel Meijerplein in Amsterdam.